merk dat al onze klanten die hier komen, dat die, ja, die vinden het fijn om ze in de breedste zin van het woord geïnspireerd te raken. He, dus het is goed dat er wedstrijden zijn en dat er sprekers komen en dat er gewoon veel reuring is op zo'n beurs. Dat trekt gewoon bezoekers en dat is ook voor ons weer fijn en daar proberen wij weer op aan te sluiten. Nou ja, waarom wij hier staan is eigenlijk een heel simpele reden. Wij willen eigenlijk het plantaardige stukje, koemelkvrije, het vegan verhaal gaan vertellen aan de bakkers. Er zijn steeds meer mensen met een koemelkallergie, met een lactose-intolerantie, die ook naar de bakker willen, die ook gewoon een lekkere slagroomtaart willen en een lekkere appeltaart willen. Ja, daar komen wij ze nou mee helpen. Heel goed dat de jeugd hier zo actief wordt benaderd, hè, ook om naar de beurs te komen en dat er programma's worden gemaakt. Laat je enthousiasme spreken voor ons vak, want dan krijg je het ook terug. De bakkersvak is voor ons een uitgelezen mogelijkheid om onze specerijenmelanges in diverse soorten te kunnen promoten, in welke applicatie dan ook, hè, in dit geval ijs, om dat te laten zien aan onze klanten, welke mogelijkheden er zijn. Ook om onze klanten te inspireren en een mindset te creëren wat je er allemaal mee kunt doen. Dat je fantastische dingen kunt maken in je winkel. Dus we zien echt de eindgebruikers. Hè? Dus onze bakkers die met onze broodmixen bijvoorbeeld werken, die komen hier ook. Maar onze partners in de groothandels die lopen hier rond. De grotere ketenbakkers die lopen er rond. Eigenlijk iedereen die iets doet in de wereld, die ontmoet elkaar hier op deze beurt.